In deze video ga ik snel de eerste oefening van Linux, van Informatica Werktuigen, oplossen. Dus ik ga beginnen met naar de GitHub pagina van Informatica Werktuigen te gaan, oefening Linux te openen. En zoals we hier gaan zien, we gaan leren werken met de shell. Het eerste wat we gaan moeten doen in deze oefening is de terminal openen met Ctrl-Alt-T en onze eerste commando's uitvoeren. Wat mij nu meteen al opvalt, als ik hier pwd ga uitvoeren, ik ga hier home iw krijgen. Hier staat nog home r-nummer. Dat is het geval wanneer je op de departementmachine zit. Daar is je username, je r-nummer. Vervolgens, met pwd, het commando hier in de terminal uit te voeren, zien we dus, op dit moment is deze terminal actief in de folder home iw. Dus elk commando dat ik hier ga uitvoeren, ga ik eigenlijk uitvoeren in de context van de folder slash home slash iw. In Linux is het niet zo dat je een schijfnummer of een schijfletter hebt staan voor je pad. Dit is gewoon het root. De allerhoogste folder is gewoon door de slash is de root. Hier staan de hoofdfolders op deze partitie. Ja, zo terug naar home iw gaan. Dus met het commando ls, wat ik hier deed, list ik eigenlijk alle folders en bestanden in de huidige map. Dus dit is in mijn home folder. Met cd kan ik naar het documents bijvoorbeeld switchen. En nu is de folder, mijn huidige folder, je kan hem hier ook zien, is documents. Dus als ik nu terug pwd uitvoer, zie je dat ik naar de documents ben geswitcht. Zo kan ik dus navigeren tussen verschillende paden in Linux. Ik ga... Zo, terminal. Relatieve paden. Te vermijden. Dus wat ik net deed om te cd'en. Ik heb eigenlijk automatisch al gedaan. Ik ben een beetje snel aan het doorgaan. Als ik in mijn home folder zit hier. Ik zal het even clearen. Ik zit hier in mijn home folder. Ik kan kiezen hoe ik naar documents switch. Ik kan cd en dan het volledige pad. Iw documents tippen. Zo, dat werkt. Of ik kan terug naar mijn home folder gaan en ik kan gewoon cd documents tippen. Relatief gezien, aangezien dat we al in de home folder zitten, moeten we enkel nog het laatste deel van het pad typen. Dan, speciale argumenten. Dus ik heb het hier net al gedaan, ik zit nu in een map. Als ik één map hoger wil gaan, cd puntje puntje en nu zit ik terug in mijn home folder. Cd puntje puntje nog eens en nu zit ik in home. Dus als we het volledige pad van onze home folder printen. We zitten nu in home iw. Als ik cd puntje puntje doe, gaat dit laatste stijl van het pad er afkappen tot de volgende slash. En dan zitten we in home. Dus opnieuw pwd zitten we in home. Goed. Pwd print working directory. Vervolgens wordt er gepraat over git. En gaan we ons allereerste git commando uitvoeren. Dit hebben jullie normaal gezien in de voorbereiding van de oefening geïnstalleerd op jullie eigen virtuele machine. Dus we kunnen nu de oefenzitting zelf gaan ophalen. Ik ga eerst in mijn home folder vragen ze. Dus ik zit in mijn home folder. En hier ga ik dat git clone commando uitvoeren. Zo, als ik nu opnieuw op ls duw, door alle folders te listen, zie ik dat hier een map is bijgekomen. Oefenzitting Linux. Dankzij git clone heb ik alle bestanden van de oefenzitting, van deze git repository heet dit, heb ik gekopieerd naar de folder oefenzitting Linux. Als ik nu de verdere opdracht wil doorlopen, of gaan we eigenlijk verschillende levels oplossen in deze oefenzitting. Dus wat hier uitgelegd wordt, was dat als we in deze mop gaan, gaan we hier eigenlijk zien dat we een hoop levels hebben. Level 0 bijvoorbeeld. We gaan het eerste level zijn. En elk level heeft een readme.jpg. Nu, die readme.jpg, jpg... wil zeggen dat het bestand geëncrypteerd is. We gaan dat decrypteren door het commando gpg te gebruiken. Dus we typen gpg en dan de naam van het bestand dat we willen decrypteren. Maar op dat moment hebben we een wachtwoord nodig. Nu, het wachtwoord van level 0 wordt hier gegeven. En dat is influence. Dat staat gewoon in de oefenzitting. Zo. En zoals we nu zien hebben we een readme gegenereerd. En dat is eigenlijk de oplossing van level 0.
Ja, dus als jullie dit al gedaan hebben, is level 0 gelukt. Als je deze readme hebt gekregen uit de readme.gpg-file. De readme.gpg-file kunnen we niet lezen, maar de readme-file kunnen we wel lezen. Die is gedecrypteerd. Nu, en dat is meteen de opgave voor in level 1 te geraken. Dus dit gaat, deze readme gaat het wachtwoord bevatten van het volgende level, zijn instructies-file. Laat ik even Gedit openen. Vanaf nu, een teksteditor. Daarin ga ik even de wachtwoorden noteren die ik vind. Dus level 0 influence, dan level 1. Nu, wat hier verteld wordt, is de uitdaging van level 0 bestaat eruit om middel van het programma CAT de inhoud van het bestand readme uit te lezen. Daarom vind je het wachtwoord van level 1 terug. Oké? Okay? Ik zou het meteen kunnen doen, dus het programma CAT. Stel dat ik gewoon het programma CAT uitvoer. Dan zien we dit verschijnen. Waarom? Omdat die nu eigenlijk verwacht dat we een bestand... Die heeft een bestand als argument nodig en heb ik niet meegegeven. Als die het terminal dit ziet doen... Wat is er nu aan de hand? Nu denkt de terminal dat ik een bestand aan het typen ben. Ik kan dat eindigen door een end of file te typen normaal gezien. Ik moet zelf even opzoeken hoe een end of file... zo zeker. EOF dan. Nee, ik ga kort. Ik vergeet zelf altijd ook te doen. Dus zoals is iets wat je niet wilt doen. Je kan het hier allemaal eens gaan lezen als je geïnteresseerd bent. Is het. Als je hier multiline in Bash aan het doen bent. Maar hoe eindig ik dit weer? Ik dacht door EOF te tippen. Maar het werkt niet. Ik ga Ctrl-C tippen. Om uit heel deze vervelende modus te geraken. Goed. En nu ga ik tonen hoe we het echt moeten gebruiken, CAT. Dat is door CAT en dan de naam van je bestand te geven. Als je dat doet, in dit geval readme, dan gaan we. Proficiat, je hebt level 0 opgelost. Instructies om level 1 op te lossen kan je terugvinden in level 1, readme.gpg. Wachtwoord level 1, evasive. We gaan dat even noteren. Evasive. Ik kan eventjes clear. Dan heb ik terug een lege terminal. Als ik nog eens even toon, als ik die readme.gpg nu ga katten, dan krijg je hier een geëncrypteerd bestand. Je ziet, daar kan je niet veel uitmaken. Maar daarom moesten we decrypteren. We gaan nu met cd puntje puntje, dus we zitten nu in level 0 in de folder. We gaan nu met cd puntje puntje terug naar de levels folder. En dan gaan we met cd naar level 1. Dus nu zitten we in de map level 1 in de terminal. Als we hier terug ls uitvoeren, zien we... Ah, hier is een readme bestand en een readme.gpg. Zullen we eerst readme.gpg decrypteren? Gpg readme.gpg. Oké, het nieuwe wachtwoord hier is evasive. Zo. We hebben nu een nieuwe readme. Ik ga die met cat bekijken. Welkom in level 1. Het wachtwoord voor level 2 kan je terugvinden in het bestand read spatie me. Zoals je hier kunt zien. Probeer dit bestand uit te lezen. Tip, let op de spatie in de bestandsnaam. Dus de uitdaging van dit level bestaat eruit... te merken dat als je gewoon cat read spatie me tipt, dan gaat hij eigenlijk cat willen uitvoeren op het bestand read en het bestand me. Want een spatie wordt gebruikt om argumenten te onderscheiden. En wat zegt hij? Read en me zijn allebei geen bestaande bestanden. Hoe kunnen we dit nu oplossen? De terminal heeft het eigenlijk al een beetje voorgedaan voor ons. Hij heeft hier aanhalingstekens rondgezet. Als je aanhalingstekens rond de bestandsnaam zet, dan... kan je het wel katten. Het mogen ook dubbele aanhalingstekens zijn. Dat werkt ook. En we zien het nieuwe wachtwoord is spotless. Dus level 2, spotless. CD, puntje, puntje. Om terug naar ons hoofdlevel te gaan. Om naar alle mappen te gaan. En we doen CD level 2. Goed, even clearen. LS. We hebben hier een nieuwe GPG-file. Ik voer uit GPG, readme.gpg. Wachtwoord spotless. LS. Cat readme, altijd hetzelfde. Welkom in level 2. In deze folder kan je verborgen bestand terugvinden. Het wachtwoord voor level 3 is de volledige naam van dat bestand. Stel nu dat je hier op dit bestand zit en je zit vast. Wat is nu de bedoeling? Wel, maak gebruik van Google. Maak gebruik van de resources die je beschikbaar hebt.
Dus wij Google C hidden files Linux. Oeps, was niet de bedoeling dat ik dat een half wat er zit, maar dat maakt niet zoveel uit. Ah, wat zie ik hier? To view hidden files, run the ls command with the a flag. Oké, ls-a. En kijk, we hebben een bestand en hoe heet dat? Punt hidden. Dus hidden files in Linux starten met een punt. Als je die wilt zien met ls, dan moet je ls-a tippen. Slash all. En nu kunnen we dat bestand ook weer gewoon uitlezen. Cat.hidden. Het bestand is leeg. Even de readme teruglezen. Ah, het wachtwoord voor level 3 is de volledige naam van dat bestand. Dus .hidden. Level 3.hidden. Zo. We gaan naar level 3. Dus ik doe weer cd puntje puntje. Cd level 3. Even clearen. Ls. Oké. We hebben hier een readme en een voeruit.sh. Eerste readme decrypteren. GPG readme.gpg. Het wachtwoord is .hidden. We gaan cat readme uitvoeren. Welkom in level 3. In dit folder. In de folder van dit level vind je een shell script. Een shell script is een tekstbestand met daarin een reeks commando's die door de shell moeten worden uitgevoerd. Dit wordt onder andere gebruikt om taken te automatiseren. Shell script kan je uitvoeren met commando .slash en dan de naam van het script. Voer het shell script in de folder uit om het wachtwoord van level 4 te krijgen. Oké. Dus het wordt hier eigenlijk gezegd wat we moeten doen. .slash naam van het script uitvoeren. .slash. Let op. Wij gebruiken zo'n kleiner dan teken en een groter dan teken om aan te geven dat je dat deel van het commando tussen de tussen die tekens, dat je dat moet vervangen. Maar die tekens zelf moet je dus ook weghalen. Dat wordt heel vaak gedaan in tutorials, dat je de delen die jij moet zelf intippen, die de tutorial jou niet kan aanreiken, die moet je dan vervangen. Dus tip niet. Dus ons bestand heet voeruit.sh. Ik zal die naam even kopiëren. Tip niet dit, met die aanhalingstekens, dat is niet de bedoeling, dat gaat niet werken. Tip het gewoon, punt slash, naam van het bestand. Het wachtwoord van level 4 is kwak. Oké, level 4, dubbelpunt, kwak. Ik kan ook tonen, als ik kat voer uit, punt sh duw, dan zien we hoe dat scriptje eigenlijk eruit zag. En het scriptje was heel simpel. Dit had eigenlijk ook gewerkt. Het had een simpelere oplossing geweest, misschien voor sommigen. Maar wat die doet is, die voert in de shell echo. Het wachtwoord van level 4 is kwak. Als je echo uitvoert in de terminal, dan print die dat gewoon. Dus dat is wat het scriptje deed van dit level. Maar we hebben het wachtwoord van level 4. Laten we naar level 4 gaan. Oké, readme.gpg. Ik voer gpg readme.gpg uit. Kwak is het wachtwoord, dus ik geef dat in. Perfect. Cat readme. Welkom in level 4. In dit level is het de bedoeling een leeg bestand aan te maken in de huidige folder. Geef het de bestandsnaam leeg bestand. Wanneer dit gelukt is, voer dan het script voeruit.sh uit om het wachtwoord van level 5 te verkrijgen. Hint, bekijk het commando touch. Oké. Het commando touch. Hoe werkt dat? Wel, wat kunnen we doen? Man touch. Manual touch. Touch. Change file timestamps. Oké. Dit is niet de meest duidelijke manpagina. Als we nu gaan opzoeken op wat touch Linux net doet. Touch command. En wat hier zien. We hebben hier een hele hoop files. Ik ga even gewoon Wikipedia pakken. Een hele hoop resultaten. Dus het is hier een redelijk complexe beschrijving waarbij er uitgelegd wordt dat je touch kan gebruiken om de datum en de access time van bestanden te wijzigen. Dus soms is de manual niet heel intuïtief. Nu, hoe gebruiken we het touch command? Met examples hier zie ik. Gaan we meteen vinden. Kijk, touch file name.
En zo zeggen ze hier, touch command syntax to create a new file. En dus als je gewoon touch file name typt, maak je dat bestand aan. Oké, we zullen dat doen. Touch leeg bestand. Zo. Ls. We hebben hier een leeg bestand. Nieuwe file. Cat leeg bestand. We zien dat dat leeg is effectief. We hebben een leeg bestand gemaakt, dus nu mogen we vooruit.sh uitvoeren. En het wachtwoord is orange. Goed. Dus ik ga naar mijn level 5, dubbelpunt orange. Wat ik nu eens ga doen is kijken hoe dit script eruit zag. Kijk, dit script, is al een beetje complexer. En dit is dus effectief een programma dat uitgevoerd wordt als wij .slash vooruit.sh tippen. En die gaat checken of het bestand leeg is, effectief. Als er een bestand is en dat bestand is leeg, dan gaat hij het wachtwoord geven. Anders gaat hij zeggen bijna. En dus je kan natuurlijk het wachtwoord van elke oefening vinden door cat vooruit.sh te doen, maar daar ben je niet veel aan het bijleren. Goed. Misschien een beetje hoe shell scripts werken. Vervolgens cd level 5. We hebben daar het wachtwoord van. Ik ga even clearen. Oké, gpg readme.gpg. Orange. Perfect. CD. Cat readme. Welkom in level 5. In dit level is de bedoeling om een nieuwe lege folder aan te maken. Maak een folder aan met de naam map. Bekijk daarna, hetzelfde als de vorige keer. Vooruit.sh voor het wachtwoord. Oké, bekijk het commando mkdir. Man mkdir. Mkdir, make directory. Create directories if they do not already exist. Nu, wat we hier kunnen zien in de synopsis is hoe je het programma gebruikt. Mkdir, dan optioneel, als er vierkante haken ontstaan, wil dat zeggen dat je hier optionele opties kunt toevoegen. Dus je kan hier de opties die hier beschreven worden, bijvoorbeeld /v, /z, /p, kan je toevoegen als opties aan het programma mkdir. En daarna kan je gewoon de naam van de directory opgeven. Die je wilt maken, uiteraard. Dus wat zijn de opties die we hier krijgen? Bijvoorbeeld, print a message for each created directory. Dus zullen we dat eens doen. Mkdir, optie /v, en dan de naam van de map moet zijn map. En dan zegt hij mkdir created directory map. Als ik nu mkdir map 2 doe zonder die /v, dan hebben we die melding niet. Ja, we hebben het gedrag van mkdir een klein beetje aangepast met die /v flag. En een man mkdir zei de /v flag of de dubbele streep verbose flag. Print the message for each created directory. Goed. We hebben onze map gemaakt. Vooruit.sh stupendous is ons volgende wachtwoord. Level 6. Stupendous. We gaan naar level 7. Naar level 6. Daar hebben we het wachtwoord van. readme.gpg. Stupendous. Oké. Cat bestand met inhoud. Dit is een bestand. Ik moest eigenlijk cat readme doen. Dat we net hebben gedecrypteerd. Zo. Welkom level 6. In deze folder vind je een bestand met de naam bestand met inhoud. In dit level is de bedoeling dat je een kopie maakt van dat bestand. De naam van het nieuwe bestand is copy. Voer nadien het script uit, scriptvooruit.sh uit, om het wachtwoord van het volgende level te krijgen. Dus we moeten een kopie maken van het bestand met inhoud. En de naam van het kopie moet kopie zijn. En we moeten het commando cp gaan gebruiken. Oké, man cp. Oké, hoe werkt cp? Wat we hier zien is cp, een hoop optionele argumenten en dan source, de bron, dest, de destination. Copy, source en beschrijving, copy source to dest, or multiple sources to directory. Dus we kunnen het op twee manieren gebruiken. We kunnen hier een folder ingeven of we kunnen hier een uitvoerbestand geven. Als we hier een folder zetten, dan kopieert die het bestand naar die directory, naar die map. Als we hier dest tippen, dan kopieert die bestand met de naam test. Dan hebben we een hele hoop opties die je eventueel eens kan bekijken. Maar wat ik nu dus ga doen is gewoon cp. Source is dus het bronbestand, is het bestand met inhoud. Wat ik hier doe is ik tip bes. Ik weet dat er een bestand is met naam bestand met inhoud.
Als ik nu op tab duw, gaat Linux, aangezien er maar één bestand is, dat start met BES. Weet Linux, ik kan dat gewoon aanvullen. Het heet tab completion, dus dan moet je niet heel de naam van het bestand typen. CP, bestand met inhoud. Naar de naam van het nieuwe bestand typen nu, kopie. Zo. LS, ik heb hier een kopie gemaakt. Als ik daar cat kopie, gaan we zien, dit is een bestand. Dat is dezelfde inhoud als het bestand met inhoud. Ik voer uit, .sh. En ik krijg het nieuwe wachtwoord, ruin. Level 7, ruin. Clear, cd puntje, cd level 7. Oké. GPG, readme.gpg. Passphrase, ruin. Oké. Cat. Readme. Welkom aan level 7. In deze folder vind je een map genaamd map met inhoud. Het is de bedoeling dat je deze folder met inhoud erbij kopieert. Geef de nieuwe folder de naam kopie. Oké, dus we willen een hele map met inhoud kopiëren. En we moeten de nieuwe folder de naam kopie geven. Goed. Man CP. Oké. Nu, wat als onze source eigenlijk een directory is? Hier is het misschien niet meteen duidelijk wat je dan wilt gaan gebruiken. Dus, maar nu als we dat eens opzoeken op Google. Hè, copy folder with contents Linux. En hier is een Stack Overflow, is altijd wat ik kies als ik kan. Stack Overflow is geweldig. How do I copy folders with files to another folder in Unix? The option you're looking for is dash R. Dus die gaat hier ook ergens tussen staan. Die optie dash R. Copy directories recursively. En hoe zegt die? CPR path to source, path to destination. Oké. CPR path to source. Dat is onze map met inhoud. En de nieuwe map moet genaamd zijn. De naam copy. Naar copy. Als we nu ls uitvoeren, zien we dat we hier ook een map kopie hebben. En als we nu cd naar kopie en dan ls, zien we dat daar een bestand in zit. Map met inhoud, zit datzelfde bestand in. Dus we hebben effectief een kopie gemaakt. Nu kunnen we dus vooruit.sh uitvoeren. Het volgende wachtwoord is picon. Laten we naar level 8 gaan. GPG, readme.gpg, picon, zo. We hebben een nieuw bestand, cat, readme. Welkom aan level 8. In dit level is het enkel de bedoeling om het script vooruit.sh uit te voeren. Oké, gemakkelijk, laten we dat doen. Oh, mijn tab werkt hier op een of andere manier niet. Waarom niet? Wel, permission denied. Wanneer je dat op normale manieren probeert te doen, zal je achter een melding krijgen dat je niet de correcte rechten hebt om dit bestand uit te voeren. Inderdaad. Hint, gebruik het commando chmod om het bestand correcte permissies te geven. Dus, we hebben hier een bestand, ik wil dat kunnen uitvoeren. En we moeten dat correcte permissies gaan geven. Er wordt hier ook verwezen naar een bron voor meer info, we zullen daar eens op klikken. Werkt duidelijk heel erg goed. Open link, nee. Ja, daar komt die. Oké. En deze link, ik raad aan om hem eens te lezen. Die gaat diep in op file permissions in Linux. Ik ga daar heel kort over gaan. Als ik ls met de flags la duw, uitvoer, dan kan ik hier van voor een hoop letters zien. Dit zijn eigenlijk je file permissions. Wat staat hier? Hier staat dat readme een bestand is dat readable-writable is en readable is. Nu, dit zijn drie aparte groepen permissies. Ik moet zelf altijd nadenken over de volgorde. Normaal gezien, ja, elke bestand heeft een eigenaar. In dit geval is de eigenaar van het bestand IW. Ja. Dus we gaan eens kijken wat de exacte volgorde is van de groepjes. Ik denk dat het owner group all users is. Ja. Dus dit zijn de owner
permissies. De eigenaar van het bestand mag hem lezen en schrijven, maar niet uitvoeren. Dat is het eerste streepje. Vervolgens mag de groep waarin dit bestand zit. Dus je kunt bestanden toevoegen aan een groep. En iedereen in die groep, elke user in die groep, krijgt recht over dat bestand. Die heeft ook geen uitvoerrechten, maar wel lezen- en schrijfrechten. En alle gebruikers die niet de gebruiker IW zijn, ik ben ingelogd als IW op deze machine, elk ander account op deze machine heeft alleen maar leesrechten. Ja, dus mensen in de groep van het bestand en mensen als die eigenaar zijn van het bestand, dus wij zelf, IW, de groep heet ook IW toevallig, die mogen allemaal het bestand lezen en schrijven, alle andere gebruikers enkel lezen. Goed, zo werken permissies. Nu, hoe kunnen we die permissies aanpassen? Daar gebruiken we het commando chmod voor. En het programma chmod, we zullen eens kijken wat een manpage te zeggen heeft. Change file mode bit. Je zou dit helemaal kunnen gaan lezen. Dan ben je wel even bezig. Ik ga zoeken nu op Google gewoon make file executable chmod. En dan gaan we simpele instructies krijgen. Open the terminal, browse to the folder where the executable file is stored. Type the following for any .bin file. Dit is eigenlijk, ik weet niet waarom hier staat voor .bin files, maar we kunnen dit gewoon ook voor dit .sh file doen. Sudo, nee. Slechte instructies. Sudo is helemaal niet nodig. We kunnen gewoon chmod plus x en dan de naam van ons bestand vooruit.sh uitvoeren. En nu kan ik dat uitvoeren. Dus met plus x heb ik eigenlijk gezegd, change, we zullen dus lsla uitvoeren. Wat zien we nu? Kijk, hier zijn x's bijgekomen. Nu kan iedereen... de x stond van achter en niet van voor, excuseer. Nu kan iedereen het scriptje vooruit.sh uitvoeren. Je ziet dat er x is bijgekomen bij de owner permissies, x bij de group permissions en zelfs andere accounts kunnen dit bestand nu uitvoeren. Oké, dus als we het uitvoeren, krijgen we het wachtwoord van het volgende level, awake. Dus dit level was een beetje complexer, want het maakt gebruik van eigenlijk de permissions, file permissions in Linux, die, als je ze niet kent, relatief complex kunnen zijn. Laten we naar level 9 gaan. En gpg readme.gpg uitvoeren. Awake. Oké, gedecrypteerd. Cat. Readme. Welkom in level 9. In dit level is de bedoeling het bestand met naam bestand met inhoud in deze folder te verwijderen. Voer nadien het script vooruit.sh uit. Oké, dus we moeten een bestand verwijderen. Oké. Daar staat bestand met inhoud. We hebben geen instructies gekregen, dus remove file Linux. Wat gaan die zeggen? How to remove files. Use the rm or unlink command followed by the file name. Rm followed by the file name. Bestand is weg. Vooruit.sh. Building is het volgende level. Heel gemakkelijk level. Level 10. Building. Zo. Level 11. Level 10 was building, dus gpg readme.gpg. Building. Perfect. Cat readme. Welkom bij level 10. We hebben hier een folder met de naam map. Het is de bedoeling van het level om die folder met inhoud te verwijderen. Bekijk rm en rmdir. Rmdir. Man rmdir. Remove empty directories, maar onze directory is niet empty. Ja, dus als we lsmap doen, zien we dat daar een bestand in zit. Dus als we nu rmdirmap uitvoeren, dan gaan we krijgen fail to remove map directory not empty. Dus we hebben twee opties. We kunnen naar map gaan, dat bestand eerst verwijderen, zoals het vorige level, en dan de map verwijderen. Maar er bestaat nog een betere manier. Remove folder with files, Linux. En wat zeggen ze dan? Rm... R, path to dir, ster. Dus je kan rm, r,
bestand. Wacht, hè. Normaal gezien. Map. Alles. En de map is weg. Dus met het R-vlek aan RM toe te voegen, kunnen we ook een map verwijderen. En nu is de map effectief weg, kunnen we vooruit uitvoeren. Het nieuwe wachtwoord is Soof. Level 11. Soof. We gaan naar de level. Oké. We hebben hier een hele hoop mappen in level 11 zitten. Laten we eerst onze readme eens bekijken. Oké. Cat readme. Welkom bij level 11. Het wachtwoord van level 12 vind je terug in een bestand genaamd wachtwoord. Dit bestand kan je terugvinden in een van de vele subfolders van de huidige folder. Hint, bekijk het Mando find. Oké. Dus we hebben een bestand. We hebben hier een hele hoop folders. We zouden daar manueel in kunnen gaan zoeken, maar dan gaan we wel een tijdje bezig zijn. Dit was leeg. Dan moet je er 100 verschillende combinaties gaan. Nee, ik wil weten waar dat bestand is door te gaan zoeken naar dat bestand met het commando find. Man find. En dan gaan we een hele lange uitleg krijgen, waar ik op dit moment geen zin voor heb. Je zou de manpage kunnen gebruiken hier, maar ik zoek altijd gewoon voorbeelden. Find file with name Linux. Dit gaat voor mij altijd veel sneller. Gaan we search for files met de command line. La 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 la. Hier het find commando. Find path option file name. Find by name. Oké. En dus het find commando haat ik zelf, omdat ik het altijd heel onintuïtief vind. Maar goed, ik kan het nooit onthouden. Dus ik ga gewoon hier kijken. Find. Dan moet je de folder opgeven. Dus als je hier slash tipt, dan ga je over heel je filesystem zoeken. Je wilt hier niet over heel het filesystem gaan zoeken. Je wilt hier eigenlijk de folder waarin je op dit moment in zit pakken. Zodat je alleen maar in deze folder en alle subfolders zoekt. Als ik slash tip, ga ik over heel mijn machine zoeken. Dat kan lang duren. Dus hoe zoek je in plaats van de forward slash, kan je best punt slash tippen. Om in de huidige folder te zoeken. En dan name. En dan de naam van bestand is wachtwoord. En we zien dat dat in de map 7 en dan 0 staat. Dus we kunnen nu cat 7, 0 en dan wachtwoord. Happen is het nieuwe wachtwoord. Level 12. Happen. Het is een uitdaging hier kan geweest zijn had ik hier find uitgevoerd. Ah ja, ik kan trouwens mijn oude commando's terugvinden met pijltje naar boven. Als ik find uitvoer met slash, dan zie je dat hij door heel je machine aan het zoeken is. Ik krijg ook een hele hoop permission denied, omdat ik sommige folders niet eens mag uitlezen in de user account IW. Goed. Level 12. We gaan onze readme decrypteren. Het wachtwoord happen. Goed. Level 12. Dus hier wordt aangeraden om de tutorial te lezen. Brian's Tutorials. Deze tutorial legt uit hoe output en input werkt in de shell op Linux. Dus een standaard programma op Linux heeft eigenlijk één invoer. Één invoerdatastream, de standaard in. En heeft twee outputs. De standaard out voor gewone boodschappen die uw programma print. En ook de standaard error voor error messages. Dus als jij een programma schrijft, kan jij boodschappen naar de gebruiker printen. En je kan dan kiezen of je dan naar de standaard out als gewone boodschap schrijft, of naar de standaard error als fout boodschap. Dat is handig, want dan kan jij, als je een programma uitvoert, kan je zeggen, ik wil bijvoorbeeld enkel de foutmeldingen zien. Of ik wil enkel de boodschappen zien en ik wil de foutmeldingen negeren. Nu, dit level hier. Wat gaat hier eigenlijk gebeuren is, we hebben hier een programma, voeruit.sh, hè, zoals in de vorige sessies. Als we dat uitvoeren, gaat hij twee woorden printen. Het probleem is dat hij de twee woorden, eigenlijk print hij die letter per letter, en die gaat sommige letters naar de standaard out printen van het ene woord. Het ene woord wordt dan naar de standaard out geprint, en het andere woord naar de standaard error. Dus we krijgen hier twee woorden door elkaar gemengeld. En we gaan die willen splitsen van elkaar. We gaan dat niet manueel doen. We gaan filteren. Dus wat we nu gaan doen in deze
oefening is, we gaan de standaard out van de standaard error filteren. En dit gaat op heel veel verschillende manieren doen. Dus ik stel voor, je kan altijd deze tutorial eens doornemen, als het wat onduidelijk is. Maar wat hier eigenlijk gebeurt, wat ze hier zeggen bijvoorbeeld, is je kan de output van een programma, bijvoorbeeld het ls-programma, kan je naar een file schrijven. ls naar output ls. En zie, ik heb hier geen output meer gekregen van het programma. In plaats daarvan is mijn standaard out is die geschreven naar het bestand output.ls. Als ik nu cat output.ls doe, zie je, dat is de output van ls. Grappig genoeg, had ik niet verwacht, zat in de output van ls al de file output.ls. Dus dat bestand is eerst aangemaakt en dan pas is de output van ls, dan pas is ls uitgevoerd en naar dat bestand geschreven. Dan zie je door dat feit dat output.ls in het bestand staat. Ik verwijder dat eventjes terug. Dus wat ik eigenlijk gedaan heb is, ik heb het commando getypt, het programma getypt, en dan een groter dan teken, en dan een file name. En dan schrijf je de standaard out van dat programma naar de file die je opgeeft. Hetzelfde kan ik doen voor de error messages. Als ik nu de error messages van ls schrijf naar error ls, dan zie ik dat ik de gewone output nog zie, en de errors van ls gaan nu in error ls staan. Alleen ls had geen errors. Welk programma kan ik een error laten geven? Als ik nu cat blab doe, dan ga ik een error krijgen. Er bestaat die blab file bestaat niet. Oké? Okay. Cat blab, als ik nu de output, dus met een 2 en dan een groter dan, van de error messages naar standaard error schrijf, dan ga ik in standaard error, wacht, ik zal cat standaard r, dan gaan we zien dat we nu geen error message meer krijgen, maar die error message is geschreven naar het bestand cat standaard error. Stel nu dat ik cat blab readme doe, dan ga ik een mix krijgen. Ja? Eerst krijg ik die error message en dan krijg ik de output van readme. Dus wat kan ik nu gaan doen? Cat blab readme naar standaard out. Ja, dus ik ga nu de standaard out van deze commando ga ik naar standaard out cat schrijven. De standaard error, die ga ik niet redirecten, dus die gaat gewoon de terminal verschijnen. Dus nu zie je, nu verschijnt enkel nog het error message. En ik kan dan ook gewoon hetzelfde doen met de 2 en dan standaard error cat. En dan verschijnt enkel nog de standaard out. Dus de stream die je redirect, die ga je niet meer zien in je terminal. Dus die redirect naar een file. Als we nu dan terug naar de opgave gaan. Dus ik ga even deze files verwijderen. Cat standaard error. Remove standaard error cat. Remove standaard error cat. Zullen we dan gaan kijken wat de bedoeling is in dit level? Cat readme. Wat we willen is, wat ze zeggen is, hier. Helaas. Dus het script voer output.sa in deze folder print het wachtwoord van level 13 naar de standaard out. Het wachtwoord van level 13 staat in de standaard out. Helaas wordt er ook dingen naar de standaard error geschreven waardoor we het wachtwoord niet kunnen zien. Dus, wat we willen doen, is één van de twee naar een bestand schrijven zodat we de andere kunnen zien. Laten we voer output.sa uitvoeren en we gaan de standaard error naar een bestand schrijven. Standaard error, zodat we de standaard out in de terminal kunnen zien. En de standaard out is silent, dus dat is het wachtwoord van level 13. Silent. Oké, laten we dus naar level 13 gaan. Level 13. Oké, gpg readme.gpg, silent is het wachtwoord. Cat readme. Nieuwe level. In dit level moeten we exact hetzelfde doen als in level 12, alleen willen we nu de standaard error weten in plaats van de standaard out. Dus wat we nu gaan doen is, we gaan de standaard out naar een file schrijven en de standaard error komt hier in onze terminal. Is water. En als we gaan kijken naar die file van net, standaard out, dat is het wachtwoord van dit level, silent. Ja, want dat is de standaard out. Dus level 14, deze twee waren heel snel, als je één keer weet hoe je het moet doen. Water. Goed, dan gaan we naar level 14. GPG readme.gpg water. Cat readme. Eens kijken wat je de bedoeling is. Welkom.
In level 14 in het level is de bedoeling een bestand aan te maken met daarin het woord hallo. Hint, geef de bestand de naam MyFile. Hint, gebruik de programma's Nano of Vim om de bestanden te bewerken vanuit de terminal. Dit is een speciale oefening. Je kan het op heel veel manieren oplossen. Ik zou heel simpel, dit kunnen doen. Echo. Wat doet Echo? Dat print wat ik nu ga tippen naar de terminal. En als ik Echo hallo doe en ik zet op enter, dan print die hallo. Dus dat is wat Echo doet. Wat ik hier zet, gewoon terugprinten. Wat je kan doen is Echo hallo en dan de standaard out van het programma naar een bestand schrijven met de naam MyFile. Dan heb ik een bestand MyFile met daarin hallo. Als ik dit nu vooruit.sh doe, dan heb ik het wachtwoord van het volgende level. Power. Ik ga al even opslaan, maar ik ga nog niet meteen naar het volgende level gaan. Power. Want. Clear. Er werd in de README gezegd: gebruik Nano of Vim. Ik zal ze beide tonen. Dit zijn teksteditors in de terminal. En die zijn heel erg handig. Zeker als je later in SSH-sessies gaat werken, wil je een teksteditor hebben die je rechtstreeks van de terminal kan gebruiken. Een typische use case voor administrators en IT-admins eigenlijk is te verbinden via een terminal naar een andere machine, daar een bestand aan te maken of aan te passen, een configuratiebestand types, een bepaalde service opnieuw op te starten en dan wil je een terminal editor kennen. Dus ik ga mijn file terug verwijderen. Als ik nu vooruit uitvoer, helaas probeer het toch eens, ik heb de file verwijderd, die bestaat niet meer. Oké. Dus wat we nu gaan doen is, ik ga Nano eerst tonen. Als ik tip Nano MyFile, dan open ik de teksteditor Nano en maak ik MyFile aan met Nano. Dit is de teksteditor Nano. Deze is voor veel startende Linux gebruikers de handigste omdat je hier gewoon in kan tippen. Ik tip hallo en dat is mijn bestand. Als ik nu eruit wil gaan, zie je hier onderaan een hoop van die, een hoedje, circumflex. Tekentjes met daar letters achter. Dit wil zeggen dat je control moet gebruiken in de combinatie met die letter om die functie aan te roepen. Dus als ik wil exiten nu, ik heb mijn file gemaakt, dan ga ik control X uitvoeren. Control X, dan vraagt hij, wil je saven? Ik tip Y, yes, ik wil saven. Dan moet ik de file name ingeven. My file, staat al juist omdat ik daar Nano zo heb opgestart. Enter. En ik heb een file gemaakt, my file, met hallo in. Op een andere manier. Oké, nu ga ik nog eens exact hetzelfde doen met het programma Vim. Als ik Vim MyFile tip, dat is een andere editor. Ik heb Vim niet geïnstalleerd op deze machine. Nano staat er standaard op geïnstalleerd. Ik ga dat gewoon rap even installeren met apt install Vim. Dat is een klein programma, dat gaat heel snel gaan. Vim is een moeilijkere editor, maar is de editor naar keuze van heel erg veel informatici. Ik denk dat dit de populairste editor gaat zijn in de terminal. Ik vind het ook de beste terminal editor. Als ik nu Vim, MyFile, dit is een... Wat je nu gaat merken is, je komt ook in een teksteditoromgeving. Als ik nu tip, dit gaat werken, maar hoe raak ik hier uit? Je hebt hier niks van instructies. Wel, Vim is een modale teksteditor. Ik ga daar niet diep op ingaan. Je gaat, als je met Vim moet leren werken, stel ik voor dat je de Vim-tutorial volgt. Die kan je gewoon opzoeken, de Vim-tutorial. Daar leer je werken met Vim. Maar het is een modale editor. Op dit moment ben ik in edit-modus of in insert-modus. Dat staat hier onderaan. In insert-modus kan ik gewoon tippen zoals ik gewend ben. Maar als ik nu dit wil opslaan, of als ik een bepaald commando wil uitvoeren, dan ga ik op escape duwen. En nu ben ik niet meer in insert-modus. Als ik nu begin te tippen, dan beginnen er allemaal dingen... Ik ben op mijn toetsenbord aan het duwen en ik ben dingen aan het verwijderen. Dus nu zijn al mijn toetsen commando's geworden. Al mijn toetsen in deze modus zijn hier niet om in te voeren, maar zijn commando's geworden. Als ik terug wil tippen, dan duw ik op I. I gaat me terug in insert-modus brengen. En escape brengt me terug uit insert-modus. Dus als ik wil terug tot tippen, ik heb nu op I geduwd, nu ben ik terug in insert-mode. En op escape ben ik er terug uit. Als je niet in insert-modus doet, dus als je op escape hebt geduwd, nu kan je het bestand opslaan. Dus ik wil hier eigenlijk hello hebben staan. Dus ik ga eventjes in insert-modus, hello tippen, escape. En dan tip ik dubbelpunt W om het bestand op te slaan. My file is opgeslaan. Dan tip ik dubbelpunt Q om te stoppen. Goed. Dat was Vim.
Vim is complexer, maar het is wel aan te raden om met Vim te leren werken op termijn. Nu, Nano is de tussenoplossing, werkt ook. Goed. Maar we hebben dus Power als wachtwoord gevonden hier. Ik kan het nog eens tonen. Oei. My file had dat niet hello in bestand. Ja, wat hier een probleem is. Ah, het is hallo. Ik heb hello getipt. Voer uit. Cut my file. Ah, ik heb een hoofdletter getipt. Zo. En ons wachtwoord was power. Goed. Dan zullen we nu eens naar level 15 gaan. Level 15. GPG readme.gpg. Power is het wachtwoord. Cat readme. Oké. Deze folder zit vol met bestanden die verwijderd moeten worden. Zoals je ziet, dit bestand moet weg tot 99 bestanden. We moeten die allemaal verwijderen met het commando rm. En ze willen dat we een wildcard gebruiken. Het wildcard symbool. Je kan naar deze link gaan en leren hoe een wildcard werkt. Maar wat kan ik doen met een wildcard? Stel nu, ik wil alle bestanden oplijsten die waarin het woord readme in voorkomt. Dan kan ik doen ls readme ster. Ervoor, ster erna. En op die ster mag Linux zelf invullen whatever die wilt. Dus als er nog iets voor of achter komt, bijvoorbeeld .gpg, dan vult hij dat automatisch aan. Dus nu gaat hij readme en readme.gpg tonen. Als ik hetzelfde doe, ls ster bestand ster, dan zul je alle bestanden waar het woord bestand in voorkomt. Als ik die ster voor bestand zou weghalen, dan krijgen we niks. Waarom? Er is geen enkele file die begint in deze folder met bestand. Dus een wildcard, heel erg simpel. Goed. We willen alle bestanden die dit bestand moet weg heten, moeten weg. Dus wat gaan we doen? Dus we gaan nog eens ls dit bestand, of dit gewoon. Dit zijn al deze bestanden moeten weg. Wel, in plaats van dit aan ls te geven, ga ik gewoon zeggen lm dit ster enter. Zo, ik heb al die bestanden nu verwijderd. Pas op daarmee, want als je je wildcard iets te breed maakt, ga je dingen verwijderen die je misschien niet wilt verwijderen. Wees er voorzichtig mee. Maar ik heb alle bestanden verwijderd. Ik voer vooruit uit. Ik krijg greasy als wachtwoord voor het volgende level. Level 16. Greasy. Goed. Level 16. CD level 16. GPG. Readme.gpg. Greasy. Cat greasy. Cat readme. Welkom bij level 16. In dit level is de bedoeling dat je 4 getallen achterhaalt. Met name het aantal woorden, lijnen, karakters en bytes van het bestand met inhoud. We gaan die waardes moeten hebben. We gaan vooruit.sa uitvoeren en ze daar moeten ingeven. Dus als ik dat uitvoer, aantal woorden, lijnen, karakters, bytes. Ik heb hier geen wachtwoord gekregen aangezien mijn getallen incorrect waren. Okay. Hoe gaan we dit oplossen? We gaan het commando wc gebruiken, of word count. Ik ga hier eventjes een nieuwe terminal voor openen, man wc. En hier gaan we de syntax van wc zien. En wat we kunnen zien is, je krijgt wc, je geeft die een bestand mee en enkele opties. De opties kunnen zijn c voor het aantal bytes, m voor het aantal karakters, l voor het aantal lijnen, w voor het aantal woorden. Simpel. Dus we gaan zeggen wc voor het aantal woorden is w op bestand met inhoud, 24 woorden. Voor het aantal lijnen l. Voor het 4, voor het aantal karakters is het m, 136. En voor het aantal bytes is het c, 137. Als we nu vooruit.sa uitvoeren, het aantal woorden is 24. 4 lijnen, 136 karakters en 137 bytes. En we hebben het wachtwoord voor het laatste level en dat is fortunate. Level 17, fortunate. Laten we dan nu eens gaan kijken wat er in level 17 moet gebeuren. Clear. GPG readme.gpg. We moeten fortunate intippen. Cat readme. Wat hier moet gebeuren. In het level is de bedoeling dat je 3 getallen weergeeft. Het aantal regels in bestand met inhoud, waarin A voorkomt, ja, B voorkomt en C voorkomt. Die waarde moeten we aan het script vooruit.sh geven om de oefening te voltooien. We zullen eens kijken naar dat bestand met inhoud. Oké, dat willen we dus niet manueel gaan tellen.
We gaan WC gebruiken, grep gebruiken en ook pipes om de twee commando's te combineren. Goed. Gewoon met WC kan ik hier het aantal lijnen wel gaan tellen, maar dan krijg ik alle lijnen. Hè? Dan krijg ik geen splitsing tussen de drie. Dus we willen dat eerst gaan filteren. Grep. We gaan eens kijken wat doet het commando grep. Dat is een nieuw commando. Grep zoekt voor een patroon. Grep searches for patterns in een file. Dus je geeft een patroon op, je geeft een file. En grep gaat alle regels printen die dat patroon matcht. Ik zal eens voordoen. Grep A, het patroon A, in mijn bestand met inhoud. En die print alle regels met een A. Je kan dat patroon heel complex maken. Je kan daar reguliere expressies gebruiken. Reguliere expressies zijn bepaalde patronen, complexe patronen, waarin je kan aangeven, bijvoorbeeld je kan een e-mailadres regular expression schrijven. Ik ga er eens eentje zoeken, regular expression, e-mail address. En dan ga je er verschillende vinden. Deze hele lange code zou je als patroon kunnen geven aan regex. En dan gaat die voor jou enkel e-mailadressen zoeken. Dus reguliere expressie kunnen gebruikt worden om heel complexe zoekoperaties uit te voeren in een bestand. Nu, maar je kan ook gewoon aan grep een letter meegeven of een woord en dan zoekt die simpelweg naar dat letter of dat woord. Maar je kan ook heel complexe regexes gebruiken. Nu, wij moeten gewoon op A zoeken. En nu hebben we dus alle regels met een A en die worden hier geprint. Nu moeten we die gaan tellen. Wat je zou kunnen doen is dan naar een bestand temp schrijven. Een WCL temp uitvoeren, dat kennen we. En 24 is wel degelijk het antwoord. Maar we hebben ook de opdracht gekregen om pipes te gebruiken. Dus ik ga dat tempbestand even verwijderen. Wat zijn pipes? Wel, in Linux kan je de uitvoer van één programma doorsturen naar de invoer van een ander programma. En dat heet piping. We zullen dat eens doen. Dat doe je met de rechte verticale streep in de terminal. Dus wat kan ik doen? Ik kan ons commando grep A, bestand met inhoud, uitvoeren. En dan kan ik de uitvoer van dat programma doorsturen naar de invoer van wordcount. Als ik nu WCL uitvoer, dan gaat hij als invoer pakken. Dan gaat hij wordcounts doen op de uitvoer van bestand met inhoud. En ik krijg 24 als antwoord. En dat is hetzelfde hier. Dus dat kunnen we dan ook voor B doen en voor C. En zo hebben we dus een pipe gebruikt om de output van bestand met inhoud en van grep output te pipen naar de input van wordcount. 24, 12, 15. Als we voer output dus uitvoeren, 24, 12, 15. Hoera, je hebt de oefening volledig afgerond.